Ho, ho, ho! De kerstman moet nog een paar cadeautjes bezorgen. Peppa wil graag een jojo en George wil graag een trein. Waarom maken ze die schoorstenen toch zo klein? Oh nee, de kerstman verliest zijn cadeaulijst. Waarom zitten die schoorstenen toch altijd vol met roet? Ah, ik zie dat iemand een taartje en een drankje voor mij heeft neergezet. Verrukkelijk. Ho, ho, ho. George, het is echt de kerstman. Ah, hallo jongens. En vertel eens, hoe heet jij? Ik heet Peppa. En wat is de naam van deze kleine, slimme jongeman? Oh, dat is George maar. Leuk om je te ontmoeten, George. Zijn die cadeautjes echt voor George en mij? Dat zou best kunnen. Mogen we ze al openmaken? Nee, je moet tot morgenochtend wachten. Meneer de kerstman, hoe weet u nu welke cadeautjes iedereen wil hebben? Daarvoor heb ik een lijst. Die ik zo te zien verloren heb. Oh. En juist nu ik nog een paar pakjes moet gaan bezorgen. Bij Suzy Schaap, Henkie Hond, Pedro Pony. Dat is makkelijk. Suzy wil een step, Henkie graag een ruimteschip, Pedro een gitaar, Olivia speelgoedmuis, Zoe een bedje en een bal, Kaatje wil graag een springtouw en Kelly wilde graag een trompet. Dank je, Peppa. Heel graag gedaan, hoor. Mooi, dan kan ik nu die laatste pakjes ook gaan bezorgen. En dat betekent dat ik weer door deze nauwe schoorsteen omhoog moet klimmen. Meneer de kerstman, waarom neemt u niet gewoon de voordeur? Galopperende rendieren. Wat een goed idee, zeg. Tot ziens, Peppa en George. Tot ziens. Vrolijk kerstfeest. Ho, ho, ho. Boom. Dit is jouw cadeautje, Papa Big. Ah, sokken. En ik heb sokken. 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 Sokken! Dan is het laatste cadeautje dus voor... mij! Ik heb de kerstman gevraagd om een pop die kan praten en lopen en haar oogjes dicht kan doen als ze slaapt. Oh, zangzaad? Zangzaad? Dat cadeau is voor Polly Papagaai. Maar dat was het laatste. De kerstman is mij vergeten. Hallo? Nee, mag ik even met Peppa praten, alsjeblieft? Peppa, het is Suzy Schaap. Hallo, Suzy. En, heb jij je pop gekregen? Nee. Ik wel. Ze kan huilen en lachen en haar ogen dicht doen en al die dingen. De kerstman heeft je mijn pop gegeven. Nee hoor, op het kaartje staat voor Suzy Schaap. Dan is de kerstman mij echt vergeten. Ho, ho, ho. De kerstman is op weg naar huis. Nu zijn de laatste cadeautjes van dit jaar eindelijk bezorgd. Oh, maar wat zie ik daaronder in de zak? De kerstman kan jou niet vergeten zijn. Nee, want ik ben toch een lief biggetje geweest. Ho, ho, ho. Kerstman! Hallo? Kwam die nou door onze schoorsteen? Ja, natuurlijk, oma. Hier is je cadeautje, Peppa. Sorry dat het wat laat is. Mijn pop! Dank u wel, kerstman. Wilt u misschien wat kerstpudding? George en ik hebben geroerd en we mochten een wens doen. Heerlijk. En ik heb gewenst dat de kerstman langs zou komen op eerste kerstdag. En u bent er! Ho, ho, ho. U weet toch wel waar ik woon, hè, kerstman? Oh, ja. Hoe oud bent u? Ho, ho, ik ben 100 jaren oud. Dat zei ik toch? Tot ziens, meneer de kerstman. Vergeet geen pasteitje voor me neer te zetten. En een drankje, dat weten we. En een sappige wortel voor het rendier. Ho, ho, ho. Peppa en haar familie zijn op de terugweg van de kerstmarkt. Papa, waarom zitten onze koffers in de auto? We gaan met de kerst uit logeren bij opa en oma. Oh nee,
Want dan weet de kerstman niet waar we zijn. Rustig maar, Peppa. De kerstman weet altijd alles. Oma Big, het is bijna kerstmis. Ja, en ik heb een heel belangrijk klusje voor jullie twee. Roer de kerstpudding goed door en doe een wens. Peppa en George doen een wens. Een raceauto. Oh, dat mag je niet hardop zeggen. Hier zetten we het pastijtje en een drankje voor de kerstman neer. En een sappige wortel voor het rendier. Wie zou dat zijn, zo laat op de avond? Aan de deur wordt niet gekocht. Fijne vrolijke kerstfeest, lekker met elkaar. Een kerstkoortje. Dingen pakken sneeuw in deze tijd van jaar. Oh, vrolijk kerstfeest. Het is bedtijd voor Peppa en George. Dit was vroeger mijn kamer toen ik nog een biggetje was. De kerstman weet toch zeker wel waar opa en oma wonen? Of niet, mama? Jazeker, hij is hier al heel vaak geweest. Slaap lekker, Peppa. Slaap lekker, George. Peppa en George zijn in slaap gevallen. Als ze wakker worden, is het eerste kerstdag. Peppa wil ook gaan schaatsen. Wow! Hallo allemaal! Hallo Peppa! Is dit de eerste keer dat je gaat schaatsen? Ja. Zal ik je laten zien hoe dat moet? Nee, bedankt er, Suzy. Ik denk dat ik wel weet hoe ik moet schaatsen. Oké, kom mee dan. Oeh. Dit is onmogelijk. Ik heb er absoluut geen zin meer in. Ik glij steeds uit. Doe maar rustig, Peppa. Iedereen glijdt wel eens uit als hij gaat schaatsen. Zelfs ik val wel eens. Kijk maar. Oepsie poepsie. Ho ho. Gekke papa. George, zou jij willen schaatsen? Nee. George heeft nog nooit eerder geschaatst en hij is een beetje bezorgd. Ik pas nu wel even op George. Dan kan jij Peppa leren schaatsen. Schaatsen is heel makkelijk, Peppa. Je duwt met je voet en glijdt. Duw, duw, glij. Zie je? Duw, duw, glij. Duw, duw, glij. Dit is makkelijk. Ik kan het nu wel verder zelf, mama. Duw, duw, glij. Duw, duw, glij. Goed zo, Peppa. Kijk mij eens. Ik kan schaatsen. Peppa doet het echt hartstikke goed. Ja, ik ben een goede lerares. Niet zo hard, Peppa. Straks bots je tegen iemand aan. Geen paniek, mama. Ik ben heel erg goed in schaatsen. Oh, waar zit de rem? Oh nee, ik ben vergeten uit te leggen hoe ze moet stoppen. Uh-oh. Ah, ik kan niet stoppen. Kijk uit. Wow. Zuster Susie is hier. En zuster Susie zegt dat dit niet het dinosaurusland is, maar een ziekenhuis. En een ziekenhuis moet schoon en netjes zijn. De kamer is niet meer dinosaurusland. Het is nu een ziekenhuis. Ik ben een belangrijke dokter. Deze dinosaurus is ziek. Inderdaad, dokter. Hij heeft een hele groene, zieke kleur. Hij moet meteen naar bed. En deze dinosaurus heeft een hele paarse, zieke kleur. Ja, dokter. Hij moet ook meteen naar bed toe. Dinosaurus! Stilte! Je moet stil zijn in het ziekenhuis. Tjoeka tjoeka! De kamer is geen ziekenhuis meer. Nu is het een treinstation. Nee, nee. Er rijden helemaal geen treinen in Sprookjesland. Oh, nu is de kamer Sprookjesland. Er mogen alleen maar mooie dingen in Sprookjesland. Waarom zijn jullie aan het huilen? George en Karel willen met dino's en treinen spelen. En wij willen liever ziekenhuisje en sprookjes spelen. Ik zie dat het inmiddels is gestopt met regenen. Dus? Dus?
Misschien kunnen jullie buiten gaan spelen. Maar zijn het spelletjes voor kleine jongetjes? En wij doen graag grote meisjesspelletjes. Maar als het geregend heeft in de tuin, wat kun je daar dan vinden? Modder. Poelen. En wat kan je met modder poelen? Daar kan je fijn in springen. Iedereen houdt van springen in modderpoelen. Of het nou grote meisjes zijn of kleine jongens. Goedemorgen, lieve biggetjes. Goedemorgen, papa Ik. Ik hou van kamperen. Nu we op het platteland zijn, lijkt het me leuk om vandaag met z'n allen naar de natuur te kijken. Dat is een goed idee, mama Big. Wat denken jullie van een natuurfilm? Eén van de wonderen der natuur. Vogels. Zo schitterend. Hé, ga daar eens weg, vogeltje. Zo kunnen we de tv toch niet horen. Oh, papa Big. Het heeft toch helemaal geen zin om te gaan kamperen en dan alleen maar tv te kijken? Dat kan thuis ook. Je hebt gelijk, mama Big. Er zijn zoveel leuke plekken waar we heen kunnen. Zoals Boomwereld. Wat is Boomwereld? Boomwereld is een heel groot bos vol bomen. Dat klinkt eigenlijk best saai. Of we gaan naar Aardappelstad. Wat is Aardappelstad? Een rondleiding door een aardappelveld en dan mag je aardappels proeven. Dat klinkt interessant. Of we gaan naar Eendland. Wat is Eendland? Dat is een grote rivier vol met eenden. Eendland! Ik wil naar Eendland! Peppa en George houden van eenden. Hoe komen we bij Eendland? De camper kan ons daarbij helpen. Hallo, waar gaan we vandaag naartoe? Eendland, alsjeblieft. Volg de weg en rijd in een rechte lijn. Wij gaan naar Eendland, de camper neemt ons mee. Welkom in Eendland. Ja. Hoeveel kaartjes wilt u? 2 volwassenen en 2 kinderen. Geniet van de eendjes. Papa Big komt thuis van zijn werk. Hallo allemaal. Hallo papa. Papa Big, we zitten met een probleempje. En dat komt straks wel, mama Big. Ik moet me omkleden voor voetbal. Waar is mijn voetbalshirt? Hier zo. Doe niet zo gek, Peppa. Dat is een jurk van mama. Hij is roze. Nee, papa. Dit is jouw voetbalshirt. Het zat onder de modder. Dus we hebben hem gewassen. En toen ging het een klein beetje mis. Sorry, papa. Maar ik kan toch geen roze voetbalshirt aan? Waarom niet, papa? Roze is een prachtige kleur. Wat vind jij, George? George houdt niet van roze. Daar zijn de vrienden van papa Big. Meneer Stier, meneer Konijn, meneer Pony en meneer Zebra. Moe! Komt papa Big met ons buiten spelen? Hij komt er zo aan. Mijn team speelt in het wit. Ik wil een wit shirt. Maar papa, je hebt toch een wit shirt? Doe je jasje maar eens even uit. Zie je? Fantastisch! Dank je, Peppa. Hallo allemaal. Hallo, papa Big. Wat een mooi shirt. Netjes hoor. Dank je. Kom op, laten we gaan voetballen. Ja! Goal! Hoera! Hoera! Papa, nu zit je shirt helemaal onder de modder. Natuurlijk, Peppa. Voetbalshirts horen onder de modder te zitten. Papa Big is dol op voetballen. Iedereen is dol op voetballen. Vooral als er modder is. Ik ben de kapitein van deze boot. En als de kapitein zegt dat je iets moet doen, dan moet je het doen. Ai, ai, kapitein. Ai, ai, kapitein. Polly Papagaai zegt alles na. George, hijs de vlag. George, hijs de vlag.
Peppa, luid de bel! Peppa, luid de bel! Opa, mag ik de kapitein zijn? Alsjeblieft. Oké, maar een kapitein moet deze pet op. Nu is Peppa de kapitein en iedereen moet doen wat zij zegt. Luid de bel! Draai het roer! Ai, ai, kapitein Peppa! Spring op en neer! Kapitein Peppa is een beetje bazig. Misschien moet ik weer de kapitein zijn. We willen niet ergens tegenaan varen. Het sturen van een boot is best lastig. Maar gelukkig ben ik goed in sturen. Lieve help, de boot van opa Big is tegen een eilandje opgevaren. Opa, we zitten vast. Ik bel oma Big. Zij kan hulp halen. Opa Big heeft zijn mobiel in het water laten vallen. U spreekt met oma Big. Hallo? Hallo? Wij moeten dringend een boodschap aan oma Big sturen. Boodschap aan oma! Polly kan naar oma vliegen. Goed idee, Peppa. En ik kan Polly leren wat ze moet zeggen. Opa Big zegt... Opa Big zegt... Help! 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 Kijk eens aan. Dat was makkelijk. Opa Big zegt dat was makkelijk. Ach, ouwe sufkip. Ach, ouwe sufkip. Mogen wij meer kronkelwormen zoeken voor die composthoop van jou? Wat een goed idee. Kom mee, George. We gaan meer kronkelwormen zoeken voor opa. Een kronkelworm. Kronkel, kronkel. Kleine kronkelworm, kleine kronkelworm. Hoe gaat het nou? Ik hou van jou, kleine kronkelworm. Heel goed. Wees een hele brave kronkelworm en maak alsjeblieft van de schillen compost. En dan gebruik ik de compost om... Ik weet het, ik weet het. Je stopt een zaadje in de grond en dan bedek je het met compost en dan kan er een boom groeien. Ja, Peppa. Over bomen gesproken, wij moeten oma Big gaan helpen. Zij is fruit aan het plukken in de boomgaard. Wat is dat, de boomgaard? Daar vind je fruitbomen. Deze boomgaard was er al toen ik een biggetje was. Hallo, oma Big. Oma Big. Komen jullie me helpen met appels plukken? Ja, oma. Oh, de appels daar zitten veel te hoog. Wacht maar, Peppa. Opa en oma kennen een trucje om de appels te pakken. We houden allemaal de boom goed vast. We tellen tot drie en dan schud je de boom zo hard als je kunt. 1, 2, 3! Het regent appels. Oma, mogen wij misschien een appel, alsjeblieft? Natuurlijk, Peppa. Smaakt heerlijk. En weten jullie ook wat wij gaan doen met de klokhuizen? Konkel, konkel. Heel goed. De klokhuizen gaan op de composthoop voor de wormen. Heel slim hoor, George. Als papa Big hierin kan rennen... Ah, de supermarkt. Dan hierin... De garage van mijn opa. En dan helemaal hierin... Het tochtige kasteel. Dan hebben wij genoeg geld om het schooldak te maken. Ik doe het meteen. Op je plaats, klaar, af. Ik ben er. Nu kunnen we gaan picknicken. Gekke papa... Dat is maar een tekening, hoor. Ja, nu moet u rennen naar het echte Kaptikke Kasteel. Oeh. Op uw plaats, klaar, af! Hoera! Kom op, papa Big. Ja, altijd wel. Kom op, Big. Ja, altijd wel.
De schoolbus heeft het tochtige kasteel gehaald. Nu kan iedereen genieten van de picknick. Water. Water. Wat een heerlijke warme dag. En zo'n rustige manier om geld in te zamelen. Water. Water. Papa Big is bij de supermarkt aangekomen. Hij heeft dorst gekregen van al dat rennen. Kijk eens door de telescoop. Ik kan papa zien. Door de telescoop lijkt alles dichterbij. Oh, hij loopt niet zo hard. Papa Big is bij de garage van opa Hond. Genoeg, ik kan niet meer. Papa is gestopt. Oh. Je ziet er verhit uit. Hier koel je van af. En het geeft je weer energie. Neem een ijslolly. Dank je wel, opa Hond. Gevaar, gevaar. Oliepeil is laag. Wat is olie? Olie zorgt ervoor dat een motor soepel kan lopen. En is de olie bijna op? Nee. Na zo'n waarschuwing heb je altijd nog even tijd. Olie is op. Oh, nee, hè? Gelukkig heb ik een tankje met olie bij me. Goed gedaan, papa Big. We doen gewoon de olie in de motor en dan... Oh. Wat is er? Er zit hier helemaal niets. De motor is weg. Daar zijn mama schaap en Susie schaap. Hallo, Susie. Nee. Hallo, papa. Wij zijn onze motor kwijt. Jullie motor kwijt? Ja, hij is helemaal verdwenen. Ik wil graag helpen, maar ik weet helemaal niets van motoren. Het is vast heel dom van mij, maar dit hier lijkt wel op een motor. Oh ja, goed gezien, mama schaap. Bij deze camper zit een motor aan de achterkant. Zo, dat is vast genoeg olie. Bedankt, mama schaap. Graag gedaan, hoor. Nog een fijne vakantie. Zijn we er al bijna? Bovenop de volgende heuvel. U heeft uw bestemming bereikt. Hoera! Het is bedtijd. Waar gaan we slapen? Mama Big en ik slapen in dit bed. Oh! En jullie tweeën slapen boven. Maar er is hier helemaal geen boven. Oh, ho, ho. Let maar eens op. Het dak van de camper gaat omhoog. De camper lijkt op ons kleine huis. Waar laat ik de bagage van Eline? In mijn kamer, helemaal boven in het huis. Oh. En dit is allemaal voor één nacht logeren? Jazeker. Daarom heb ik maar een heel kleine tas voor mezelf ingepakt. Oh. Goed, Eline is hier om Nederlands te praten. Dus we moeten haar allemaal helpen. Jawel, mama. Eerst moet ik sorry zeggen, omdat ik niet zo goed Nederlands praat. Maar zo slecht is het niet, hoor. Dat is heel aardig, monsieur Big. Maar mag ik u iets vragen over Nederlands praten? Natuurlijk. Ik weet alles van praten. Vraag maar raak. Zijn in het Nederlands samengestelde werkwoorden onwelvoegelijk of voorzetselwoorden? Zeg, het is al best laat. Zullen we Eline's bed opmaken? Mama, mama, mag Eline bij mij in bed slapen? Met aan elke kant een kussen? Goed idee, Peppa. Peppa en Eline slapen ieder aan een kant van hetzelfde bed. Zo, kinderen. Tijd om te slapen. Het wordt morgen een drukke dag. Eline mag met jou mee naar school toe. Wauw! Dormez bien. Dormez bien is Frans voor slaap lekker. Ik ben nog helemaal niet moe. Laten we een liedje zingen om slaperig te worden. Ja! Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonne le matin, sonne le matin. Door Eline's mooie Franse liedje valt iedereen in slaap.
Eline mag met Peppa mee naar school. Juffrouw Gazel, dit is mijn Franse vriendin Eline Ezel. Bonjour. Ah, bonjour Eline. Nu moeten we wachten tot er brand is. Hoe lang moeten we dan wachten? Oh, dat kan best lang duren. Ik wacht zelf al eeuwen. Hoeveel branden heeft u al geblust, mejuffrouw Konijn? Niet één. Geen enkele brand. Maar je moet klaarstaan. De alarmtelefoon. Wil jij hem even opnemen, Peppa? Het is waarschijnlijk weer jouw vader. Oké. Okay. Hallo, met de brandweer. Hallo, Peppa. Oh, papa. Jij bent het weer. Je bent heel erg stout. Deze telefoon is alleen voor brandalarm. Wil je me juffrouw Konijn even geven, alsjeblieft? Papa wil u even spreken. Hallo, papa Big. Deze telefoon mag alleen gebruikt worden als er ergens... Brand! Oh nee, de barbecue van papa Big staat in brand. Brand! Brand! Mama schiet er te hulp! Wee! Wee! Hou je goed vast. Wee! De brandweerwagen van mejuffrouw Konijn. Hoera! Pas op, achteruit, papa's. Mama hond, draai de kraan maar open. Ai, ai, mama weer. Het vuur is geblust. Hoera! Bedankt voor de redding, mejuffrouw Konijn. Geen probleem. Dat hoort allemaal bij de dienstverlening. De mama's brandweerdienstverlening. En nu mejuffrouw Konijn onze tuin zo mooi onder water heeft gezet, kunnen we allemaal lekker springen in de modderpoelen. Ja! Ik ben dol op brandweerwagens, want ze maken van die heerlijke modderpoelen. Hallo. Hallo. Waar zijn Peppa en George? Die slapen al. Oh, maar ik wilde ze zo graag zien. Mag ik even kijken? Oké, oma Big. Maar doe alsjeblieft zachtjes. Oma Big. Oma Big. Hallo, kleine lieverds. Jullie zouden moeten slapen. Vertel een verhaaltje. Oké, maar alleen als jullie beloven om meteen weer te gaan slapen. Wij gaan slapen. Maar eerst het verhaaltje. Goed dan. Heel lang geleden was er... een kleine jongen. En die heette Pedro Pony. En hij vond een toverboon. Oh ja. Pedro plantte de boon. En die groeide uit tot een enorme bonenstaak die hoog de lucht in ging. Dat klopt. Pedro klom naar de top van die bonenstaak en vond daar... een vreselijke grote reus. Maar dat wil ik niet. Ik wil een prinses. Oh, juist. Daar vond hij een prachtige prinses, genaamd Peppa. En Heer George, de dappere ridder. En een kok. En die maakt het allerlekkerste eten van de wereld. Mama Big, Papa Big en Opa Big wachten tot ze kunnen eten. Ik ga eens kijken waar oma Big blijft. En hoe gaat het verhaaltje verder? Stoute oma Big... je hebt ze wakker gemaakt. We zouden gaan slapen als het verhaaltje uit was, opa. Ik kan goed verhaaltjes afmaken, oma Big. Ga maar naar beneden. Ik kom zo. Er is een jongen, een bonenstaak, een beeldschone prinses, een dappere ridder en een kok die heerlijk eten klaarmaakt. En toen ze het heerlijke eten op hadden, viel iedereen in slaap. Afgelopen.